Dames en heren, het is mij een bijzonder genoegen u allen hartelijk welkom te heten op deze ronde van het AVRO Wereldschaaktoernooi die we hier vanavond in Arnhem zullen houden. En het verheugt mij dat bij de aanvang reeds al zoveel gekomen zijn om getuige te zijn van het spel van de 8 grootmeesters die de gasten zijn van de AVRO. Maar dames en heren, wij hebben hier vandaag een zeer bijzonder feit te memoreren, namelijk dat de grootmeester Capablanca 50 jaar geworden is. En ik mag dan ook wel beginnen met uit uw aller naam de heer Capablanca daarmede hartelijk geluk te wensen. Dear Mr. Capablanca, today it is your 50th birthday, and so I may congratulate you on behalf of the EVRO and its 200,000 members most heartily with this half a century. I wish to thank you, the EVRO, and their 2,000 chess players, for the honor they have bestowed upon me today. It is a pleasure for me to be here and to be able at this late age to still participate in tournaments of this sort. That means to say the strongest tournaments that can be gotten together nowadays. I must congratulate the EVRO on some of its arrangements in this tournament, although there are other things about it which are not all quite to my liking, but which I hope the EVRO will improve upon in a not distant future, when I hope they will gather 8 or 10 of the strongest players together once more to battle against each other in Holland. Thank you very much. Thank you very much.